Welkom bij Totaal Jong en Nieuw in de Stevenshof in Leiden. Sinds afgelopen maandag 7 december hebben we onze winkel heropend. Aan de buitenkant zul je niet echt merken gelijk dat er iets veranderd is. Wat wij onder andere hebben aangepakt is dat onze pompen allemaal vernieuwd zijn. En dat je nu de gelegenheid hebt om ook na onze openingstijden te kunnen blijven tanken bij ons door middel van een pas. De grote veranderingen zijn binnen. Loop maar even mee. De grootste verandering is, en dat zien de vaste klanten gelijk, dat we een bakery hebben tegenwoordig. Yeah. Zodat er lekker vers belegde broodjes worden bereid door onze medewerkers hier. Hoe kan ik u helpen? Ja, ik zou graag een broodje hete kip willen. Gaan we regelen. Kijk eens. Heerlijk. Geniet ervan. We zitten bij de afrit van de A44, een minuutje er vandaan. Daarnaast hebben we het CBR, wat op dit moment gesloten is voor rijschoolhouders. En die willen wel gewoon een bakje koffie of een croissantje of iets benuttigen. Nou, dat is ideaal nu in deze periode. Daarnaast hebben we natuurlijk onze vaste klantjes, de bouwvakkers, om het zo maar even te zeggen, die elke ochtend om 6 uur hier zijn voor een bakje koffie. Nou, die kunnen we dan nu ook bedienen met een lekker croissantje, hamkaascroissantje of misschien al een lekker broodje. De koffiemachines zijn ook vervangen. Voor onze gasten die hier dagelijks een bakje koffie willen halen, hebben we nu Illy koffiebonen. En we hebben ook een koffieapparaat die door onze medewerkers wordt bediend, zodat het lekker voor u wordt bereid. De grootste uitdaging was eigenlijk maar één ding en dat was de frituurwand. Die had Matthijs, de eigenaar, 3 jaar geleden al gekocht. Dus eigenlijk moest heel het concept eromheen worden gebouwd. Er zijn verschillende bouwtekeningen geweest en uiteindelijk is het dit geworden. Ja, het was inderdaad een moeilijk jaar en we zagen explosieve groei in de verhuur van aanhangers. Mensen bleven massaal thuis natuurlijk, dus ze wilden gaan klussen en daar heb je een aanhanger voor nodig om naar de milieuschade te brengen. Het bedrijf is eind jaren 80 opgericht. Het is echt een familiebedrijf. Inmiddels zijn er 9 stations. In Honsterdijk hebben we er eentje naast de bloemenveiling. En in Lisse is het einde naast de Keukenhof.